Yes. Hello. Hello. Anouki. Lisbeth. Yes. We're live in an interview. We're live in an interview, and we first have to announce that we were playing in the piece Olivia and Viola from Twelfth Night, Act 1, yeah. Scene 5. Yes. And you were playing. I was Viola, and you were Countess Olivia. Yes. And and the reason that we chose this scene is because we worked with that scene a few years ago when we did a masterclass, Shakespeare, A Different Approach, with Tim Carroll. And we both fell in love with this scene. Yeah. Yes. Two strong women who have, who actually, one of them falls madly in love with the other one because she is disguised as a man. So we choose this scene, and then we had to translate it into Dutch. And well, we both worked on that. And lucky for us, Lisbeth is a professional writer. She just had a book out. Austin, how do you call it in English? Because it's also written in English, your new book. It's also written in English, and the title is the same. It's called Tulipa, which is the old name for tulip. And it's about the history of the tulip, but then for children. So that's lovely. And we had another advantage, and that is Anouk originally comes from Friesland, which is a part of Holland, where they have their own language. And the Dutch Friesian is very similar to the early modern English in England. So we had to translate it, but there were a lot of things that you could pick from Friesian. That was good. So we had to translate this one, and we had a blast, actually. Yeah. And we had to work on that bit of translation because there is a sexual pun in that. Mm-hmm. I feel his youth perfection to creep in at my eye. And we all know that eye was synonym for vagina in those days. So we had to find a really good translation for that. So that I mean, if you work with Shakespeare, there are so many fun things that are very hard to translate in Dutch, but there are also a few words that work really great. And hidden secrets as well. And if you go to the original pronunciation Shakespeare plays, a lot of words sounds Dutch, like a wound, they pronounced it then wond, and in Dutch it's wond. So it's so close. Same with words. Blood, they used to pronounce it like bloed, and in Dutch bloed is blood. Blood. So that's really that's really good that we have a connection. We have a connection. Nou, jongeheer, wat is uw tekst? Allerliefste jonkvrouw. Nou, het is wel een beetje een saaie en veilige opening waarvan alles over te zeggen valt. Waar staat uw tekst? In Orsino's boezem. In zijn boezem? In welk deel van zijn boezem? Nou, volgens de inhoudsopgave in het eerste hoofdstuk van zijn hart. Oh, dat heb ik gelezen, het is ketterij. Heeft u niets meer te zeggen? Mevrouw, mag ik uw gezicht zien? Heeft u van uw heer toestemming om met mijn gezicht te onderhandelen? Je gaat buiten je boekje. Maar we zullen het gordijn openen en het beeld onthullen. Nou, jongeheer, zo zie ik er op dit moment uit. Is het geen kunstwerk? Het is prachtig, als het van Gods hand is. Het is puur natuur. Het weerstaat weer en wind. Mevrouw, u bent prachtig. U bent zo mooi. U zou de vreedste gravin op aarde zijn als u dit lieflijk schoon te graven zou dragen en geen kopie op aarde achterlaat. Nou, zo gemeen zal ik niet zijn. Ik zal mijn schoonheid achterlaten. Er komt een inventaris over alle stukjes en beetjes als bijlage bij mijn testament. Voorbeeld item 2 lippen, gewoon rood. Item 2 grijze ogen met wimpers erbij. Item een nek, een kin, en zo verder. Bent u gekomen om mij te taxeren? Mevrouw, ik zie hoe u bent. U bent te trots.
Maar al was u zo trots als de duivel, u bent wonderschoon. Mijn Heer en Meester houdt van u al zoveel liefde. Zou beantwoord moeten worden door een vrouw als u. Hoe houdt hij van? Met adoraties en zilte tranen. Met grommen van bulderende liefde. Met zuchten van vuur. Uw meester kent mijn antwoord. Ik kan niet van hem houden. En dat verlies had hij al veel eerder kunnen nemen. Als ik van u zou houden, met het vuur van mijn meester, met zo'n lijden, zo'n dodelijk verlangen, dan zou ik in uw afwijzing de logica niet zien. Ik zou het niet begrijpen. Hoezo? Wat zou u doen? Ik zou een hutje bouwen van treurwil gehout voor uw poort. En ik zou mijn ziel terugroepen uit uw huis. Ik zou liederen schrijven van onbeantwoorde liefde en ze luidkeels zingen tot diep in de nacht. Ik zou uw naam uitroepen over de echo en de heuvels, tot elk zuchtje wind uw naam terugfluistert. Oh, Livia. Oh, ik zou u niet met rust laten tot u medelijden met me heeft. U zou ver komen. Wat is uw afkomst? Mijn afstamming is goed. Beter dan mijn lot. Ik ben een edelman. Ga naar je meester. Ik kan niet van hem houden en laat hem niets meer dingen sturen. Tenzij u misschien terug kunt komen om mij te vertellen hoe hij het heeft opgevat. Een mooie dag. Mooie dag. Mooie vreedheid. Oh. Mijn afstammeling is beter dan mijn lot. Ik ben een edelman. Nou, zeg dat wel. Zijn woorden, zijn gebaren, zijn gezicht, zijn lichaam en zijn geest. Bij alles stond hij vooraan. Kalmeer. Oeh, leek zijn meester maar wat meer op deze knecht. Ik voelde zijn perfectie bij mij binnendringen. Nou, kom maar op. Oh. Just one small thing which I really loved also was like you potentially would have a mustache. What was it? Yeah, a sticky mustache. But yeah. We forgot it. Yeah, it was It was still on the kitchen table. Yeah, so we had to improvise, and you had a stick, and a small one from paper. Did you cut it? I just thought, oh, okay, I have a piece here. I will turn it into a mustache and I will keep it like that. And I thought it was so funny, extra funny, because you dropped it a bit and it made much more clear like you're pretending to be a man. Yeah. It was like we're filming, but we put theater in it.